Mijn naam is Mark Weber inderdaad. Ik werk bij Deltares als aquatisch ecoloog. En dit werk heb ik niet alleen gedaan, dat heb ik samen gedaan met Alice Penning en Tom Buizen. En daarnaast hebben we heel veel data aangeleverd gekregen vanuit de waterbeheerders. Dus ook bedankt daarvoor. Nou, kijken we of die naar de volgende slide gaat. Ja, daar gaat hij. De centrale vraag bij deze digitale maatregelijkheid, was eigenlijk dat we sinds de start van de KOW hebben heel veel verschillende typen maatregelen aangelegd om de ecologische toestand van het water te verbeteren. Maar ze hadden eigenlijk geen goed inzicht in waar zijn die nou eigenlijk aangelegd en wat is daar dan aangelegd? En is daar dan inderdaad ook al eerder monitoring van gedaan en is daar misschien de effectiviteit van onderzocht? En dat was eigenlijk de centrale vraag om inzicht te krijgen in wat is nou eigenlijk allemaal gedaan? Er is al wel een huidig overzicht. Er is bijvoorbeeld vanuit de informatiehuis Water zijn er de WKP, de waterkwaliteitsportaal maatregeltabellen. En daar wordt per waterlichaamtype wordt daar een indicatie gegeven van hoeveel kilometer bijvoorbeeld natuurvriendelijke oever is aangelegd en hoeveel er nog gepland staat en wat voor type maatregelen dat zijn en wie de opdrachtgever daarvan is. Maar dat is dan op waterlichaamniveau. Wij hopen het nog een niveautje verder te kunnen brengen. Er is voor de vispassages is er ook al een goed overzicht. Dat is gedaan binnen Nederland Leven met Vismigratie. En daar is in 2017 is daar nog een update van gedaan. En daar wordt inderdaad aangegeven van welke vispassages zijn er allemaal in Nederland aangelegd. En wat is de effectiviteit ervan? Wie zijn de opdrachtgever? En wanneer is die aangelegd? Maar we hadden vooral dat overzicht wouden we nog graag maken voor de andere maatregelen. En het overzicht wat we daarbij wensen, het komt sterk overeen met hoe dat is gedaan voor Nederland Leeft met Vismigratie, waarbij je inderdaad echt punten op de kaart ziet van waar zijn deze nou aangelegd. Maar we willen het eigenlijk ofwel als polygoon inderdaad, dus over een vlak van wat is dan de hele natuurvriendelijke oever, misschien wel een lijn van waar ligt die nou precies de natuurvriendelijke oever, of desnoods een punt van waar kunnen we die vinden. Daarbij willen we ook nog wat aanvullende informatie van de maatregel, zoals bijvoorbeeld de lengte, de breedte en het oppervlak dat het betrekt. Ook willen we nog wat andere karakteristieken van de maatregel weten. En dat zijn graag de aanlegjaar, kosten van de aanleg, orde grootte. En hoe vaak wordt het nou eigenlijk onderhouden? Zodat we een beetje inzicht krijgen in welke maatregelen zijn met elkaar vergelijkbaar. En daarnaast willen we graag weten of de maatregel ook gemonitord is. Dus onderzocht is wat dan nou eigenlijk de effectiviteit is. En hoe dat dan gedaan is en voor welke soorten groepen. Er zijn eigenlijk twee uitvragen voor gedaan om deze informatie inzichtelijk te krijgen. En de eerste uitvraag vond plaats in januari 2020. En daarbij is grofstoffelijk onderzocht van nou, wat zijn eigenlijk de maatregeltypen die uitgevoerd worden door de verschillende waterbeheerders. En wat is nou eigenlijk de wijze van monitoring die is toegepast. En daar is goede reactie op geweest. Van de 22 bevraagde waterbeheerders hebben 18 waterbeheerders reactie geleverd. En daar komt eigenlijk uit naar voren dat vispasseerbaarheid, natuurvriendelijke oevers en beheer, dat grote pijlers zijn van waar waterbeheerders veel mee doen. Wat eigenlijk altijd wel terugkomt bij de verschillende waterbeheerders. En dat was ook wel enigszins te verwachten. Er is ook nog een tweede data-uitvraag gedaan. Dat ging meer over inderdaad die specifieke locatie en wat is dan de omvang van de maatregel. Dat is gedaan in maart 2021. En daar heb ik contact mee gehad met verschillende waterbeheerders. En het resultaat daarvan is dat dat er redelijk goede respons is geweest. We hebben van de 18 waterbeheerders die al gereageerd hadden op de vorige uitvraag, hebben we wederom de data gevraagd. En daarvan hebben we 11 verschillende waterbeheerders data aangeleverd. 10 van die waterbeheerders hebben ook daadwerkelijk geografische informatie kunnen aanleveren, waardoor we dit in een kaart kunnen laten zien. En nog een, moet ik ook bij zeggen, nog een deel van de informatie is onderweg. Het was een drukke periode. Veel van de waterbeheerders gaven aan van ja, we hebben best wel wat taken op stapel staan, dus we kunnen niet allemaal direct deze data leveren. Dus er is nog data onderweg. En wat is nou eigenlijk het resultaat? Wat hebben we met deze data gedaan? Deze data hebben we samengevat in een digitale rapportage, waarbij je inzichten krijgt eigenlijk van waar liggen deze maatregelen nou eigenlijk, hoe heet deze maatregel, wat is het lokale ID in de database waar de maatregel vandaan komt. En ook uit welke dataset komt de maatregel. En zo'n digitale rapportage, dat is eigenlijk een webpagina. En het is ook een levend document. Het is automatisch opgezet met behulp van AirScripts. Dus je kunt informatie toevoegen.
En je kunt ook zeggen van nou, ik vertrouw niet helemaal hoe deze informatie is verwerkt. Je kan erin kijken hoe de informatie is verwerkt en vervolgens daarna opnieuw genereren. Dat maakt als voorbeeld dat het inderdaad herbruikbaar is, overdraagbaar en transparant. En dat je makkelijk nieuwe updates kan doen van de data. Daarnaast is het ook opgezet binnen een repository. Een repository is misschien niet voor iedereen bekend wat dat inhoudt. Dat is een versiebeheersysteem. Dat je altijd terug kan gaan naar het verleden. Van welke data hadden we toen beschikbaar en hoe was dat toen gevisualiseerd. Dus elke wijziging die gemaakt wordt, die kan getraceerd worden. En daarmee kun je zien van hey, wat voor veranderingen hebben we gemaakt. En daarmee is ook de ruwe data bereikbaar. Dus er kunnen altijd weer andere analyses gedaan worden met dezelfde data. De huidige status is een eerste verwerking van de data die we aangeleverd gekregen. En momenteel is het nog afgeschermd met een wachtwoord. De reden is omdat de data door jullie toegeleverd is en we weten nog niet van nou kunnen we dit al zo presenteren, is het goed verwerkt. En hier willen we mede met deze presentatie ook een beetje de discussie over voeren van wat kan er nog verbeteren. Nou, wat voor type maatregelen laten we nu zien? Dat zijn 6 clusters van maatregelen hebben we kunnen onderscheiden in de data die tot nu toe is aangeleverd. Dat zijn beekherstelmaatregelen, herstel van leefgebied, NVO's, nevengeulen en strangen, plasmoeras en rivierhout. Hiernaast zie je bijvoorbeeld al het overzicht van nevengeulen en strangen voor het overzicht van Nederland. En dat zal zeker nog niet compleet zijn, dus we hebben daar graag aanvullende data bij. En dat geven we inderdaad weer in een geografische kaart. En we hebben ook een tabeloverzicht waarin je kan zoeken naar de verschillende maatregelen. En de visualisatie kan gedaan worden op basis van de beheersgebieden, Nederland breed, op de RWS-regio's. Dus daarmee kan je ook naar de voor jou belangrijke maatregelen toezoomen. Dan wil ik de resterende tijd nog gebruiken om even inzichtelijk te maken waar dat nou eigenlijk staat en hoe dat eruit ziet. En daarbij is ook de centrale data van inderdaad een centrale vraag van als u nu toch data heeft waarmee we dit overzicht compleet kunnen maken. Of als er wijzigingen zijn die gedaan moeten worden aan de data, dan hebben we die graag. Het is een tussenproduct voor nu en we hebben het graag completer in beeld. Dus dan kijk ik of ik kan wisselen naar de website. Nou, hier zie je inderdaad de website. Ik ben alvast naar het hoofdstuk natuurvriendelijke oevers gegaan op het Zoom-niveau Nederland. En hier zie je dan inderdaad een korte beschrijving van wat de natuurvriendelijke oevers zijn. Welke datasets er zijn gebruikt. En hieronder een kaartje waarbij je over de kaart kan gaan en ziet van welke naam heeft deze natuurvriendelijke oever eigenlijk. Wat is het idee wat in de lokale database wordt gebruikt en welke dataset ligt er eigenlijk onder. Dit kaartje is ook, hier kan je op inzoomen. Dus je kan inderdaad naar jouw eigen beheersgebied toe gaan of kijken van nou, wat hebben we hier toen aangelegd of wat hebben we daar toen aangelegd. Je kan ook zeggen van nou, ik wil alleen maar de lijnen bijvoorbeeld zien of ik wil alleen maar degene die als punt aangegeven zijn. Nou, er zijn een paar als punt bij Rotterdam. En we hebben ook de vectoren. Daarnaast hebben we ook zoomniveaus gemaakt, bijvoorbeeld op waterschapsniveau. En op Rijkswaterstaatgebied. Deze gebieden zijn trouwens nog de oude benamingen. Daar moeten we nog een meer recentere shapefile voor gebruiken. Om dat inderdaad goed inzichtelijk te maken met de nieuwe regio's. Maar als ik dan bijvoorbeeld naar het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier toe ga. Dan zie je inderdaad wat hier in het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan maatregelen is uitgevoerd. En dan kijk ik specifiek nu even naar de natuurvriendelijke oevers. Ik kan ook naar beneden scrollen. Hier zie je dan bijvoorbeeld zo'n tabel waar je inderdaad kan zoeken. De kreupel bijvoorbeeld zie ik daar staan. Dan krijg je dat direct voor je ogen. En je ziet gelijk ook de aanvullende informatie die daarbij is opgevuld. Op het moment nog weinig, maar we hopen dit tabelletje verder gevuld te krijgen. Maar dit maakt de data doorzoekbaar. Je ziet ook waar het vandaan komt en ook hoe het te koppelen is. En waar beschikbaar is er ook een aanlegjaar en een waterlichaam bijvoorbeeld waar het in is aangelegd. Even kijken, hebben we nog andere data die hier? Hier hebben we van vooral natuurvriendelijke oevers, nog niet de andere data. Maar zo kan je dit dus beschikbaar maken. Waar we ook nog aan zitten te denken is om ook inderdaad de monitoringslocaties die bij maatregelen horen. Of de monitoring die bij maatregelen wordt uitgevoerd. Om dat ook nog inzichtelijk te maken. Zodat je snel kan zien van nou welke maatregelen zou ik kunnen pakken. Om te kijken van hey, is hier monitoring uitgevoerd of is daar een evaluatie uitgevoerd.
En dat is denk ik in het kort een beetje wat we kunnen presenteren. En we krijgen graag aanvullende informatie om dit overzicht nog verder in te vullen. Dank jullie wel. Dankjewel, Mike.